Gewis geen ambt in deen staat zo min verenigbaar als dat van minister met betrekking tot volksafgevaardigden. Aldus Thorbecke in zijn bijdrage tot herziening der grondwet in 1848. Hoewel de demissionair minister-president, de heer Rutte, zegt dat hij Thorbecke zo hoog heeft zitten, acht hij zijn ideeën kennelijk niet zodanig belangwekkend dat hij ze ook maar enigszins serieus lijkt te nemen. Ook niet wanneer hoogleraren in de rechtsgeleerdheid zo vriendelijk zijn hem hier attent op te maken. Geholpen door een ogenschijnlijk onafhankelijk advies van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap, laat Rutte de Nederlandse kiezer weten dat een demissionaire status van een kabinet wat hem betreft ad infinitum duurt. Eindeloos. Er zit geen tijdslimiet aan. Want welk signaal geeft de benoeming van notabene drie nieuwe bewindslieden in zijn kabinet wel niet aan de Nederlandse kiezer? Bewindslieden die tot overmaat van grondwetsminachting ook nog Kamerlid zijn gebleven. De demonstratie afgelopen zondag van tienduizenden mensen heeft kennelijk geen enkele indruk gemaakt. De macht lijkt hem nu wel naar het hoofd te zijn gestegen. Want, voorzitter, kinderen leren al op school over de trias politica dat de machten gescheiden dienen te zijn en elkaar in evenwicht moeten houden. Een lid van de uitvoerende macht kan niet tegelijkertijd ook lid zijn van de wetgevende macht. De wetgevende macht wordt immers geacht de uitvoerende macht te controleren. Is Rutte's minachting van de democratie inmiddels zo groot geworden? Gisteren debatteerde men met hem in zijn hoedanigheid als Kamerlid, die geacht wordt de regering te controleren. Vandaag staat Rutte weer hier als minister-president. Zie daar de ravage van 10 jaar Rutte. Een uitgekleed huis van Thorbecke. Een democratische demolitie. Een representativiteitsruïne. De Raad van State is een ordinaire stempelmachine geworden voor de zittende macht. Want diezelfde Raad van State heeft al eerder de ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire volledig in de kou laten staan. Diezelfde Raad van State kunnen in 2018 ook het met terugwerkende kracht afschaffen van de wet raadgevend referendum goed. Ja, diezelfde Raad van State besloot nu zonder blikken of blozen dat een Kamerlid tot de regering mag toetreden, die door deze Kamerleden bij uitstek gecontroleerd moet worden, zonder dat zij het ambt van Kamerlid aanvankelijk opgaven. Het zal duidelijk zijn. Wij hebben hier te maken met een patroon. De Raad van State kiest stelselmatig partij voor de macht en tegen de burger, tegen de democratie, tegen de grondwet. Sterker, onze democratie draait volgens de Raad van State zelfs niet langer om de Nederlandse burger. Het draait nu om het hoge belang, zo staat het in de stukken, van de Europese Unie. Een Copernicaanse wending, een staatsgreep op papier. Hoe heeft het zover kunnen komen? Voorzitter, het is het zoveelste voorbeeld van wat we al jaren het partijkartel noemen. De Raad van State wordt geleid door vicevoorzitter en oud-D66-leider Tom de Graaf. Bijgestaan door oud-PvdA-leider Ad Melkert. En de voorganger van Hugo de Jonge, oud-VVD-minister Bruno Bruins. Kortom, het jongste advies van de Raad van State omtrent de benoeming van de drie bewindslieden die in eerste instantie Kamerlid zijn gebleven, is een nieuw dieptepunt in de allerlange zichtbare trend. Alleen radicale, ingrijpende aanpassingen kunnen deze levensgevaarlijke ontwikkeling nog keren. Daarom zal ik in mijn tweede termijn een motie indienen, een ingrijpende en diepgaande motie, om te onderzoeken of we de Raad van State zijn rechtsmacht kunnen ontnemen en die onder kunnen brengen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dank u wel.